Vasten is zich geheel onthouden van eten of drinken. Ja. Er doen bepaalde geloven daarvoor. Via het Jodendom, het Christendom en het Islam kennen vaste rituelen. Wat denk jij dat de beweegredenen zijn van het vasten? De beweegredenen van het vasten is dat de rijkere mensen zeg maar meevoelen met hetgeen wat dat arme mensen die niet in staat zijn om het eten of het luxe leven te behouden, om daarin medeleven te tonen of het begrip of hetzelfde lijden te ondergaan. Ik denk dat het daar vandaan komt. Zou je kunnen vasten? Ja, met de juiste motivatie zou ik kunnen vasten. Ja. Ik zou het er wel enorm moeilijk mee hebben, want ik heb een redelijk snelle stofwisseling, maar ik zou het wel kunnen, ja. Oké. Okay. Weet je wat Yom Kippur is? Dat is volgens mij de Indiaanse feestdag, of feestgelegenheid. En dit is een van de heiligste dagen van de Joden. Op deze dag bidden zij voor vergeving en vasten zij minimaal 24 uur. Zou jij hier aan mee kunnen doen? En dit is een van de heiligste dagen van de Joden. Op deze dag bidden zij voor vergeving en vasten zij minimaal 24 uur. Zou jij hier aan mee kunnen doen? Ja, in principe zou ik het kunnen doen. Maar ik heb ervoor gekozen om het niet te doen, dus daarom doe ik het ook gewoon niet. En de reden daarvoor? Mijn ouders deden het nooit. Ik heb eigenlijk niemand uit mijn familie doet het. Dus ja, dan je gaat er ook niet in je eentje aan beginnen. In het hindoeïsme geloven zij in de Samara. Weet je wat de Samara betekent? Ik heb er nooit van gehoord. Wat is het, Samara? Samara betekent de reïncarnatie. En dat betekent dat je weer terugkomt op aarde in een ander lichaam of als een dier. En als jij terug zou komen op aarde, als welk dier zou je terug willen komen? Als welk dier? Als een tijger? Er zijn een heleboel mensen die vegetarisch zijn, bijvoorbeeld de hindoes. Er zijn een aantal hindoes die alleen geen koe eten, maar er zijn ook een heleboel hindoes die helemaal geen vlees eten. Wat vind jij hiervan? Nou, ik vind het op zich wel goed, want kijk, het zou kunnen bijvoorbeeld dat er opeens geen dieren zijn in de wereld. Wat moet je dan doen, weet je? Je kan niet mensen gaan eten, want we zijn geen kannibalen, weet je? Dus ja, ze eten groenten en zo en zulke dingen is goed voor hun gezondheid. En ook goed voor de natuur en zo. En om welke reden zou jij zelf vegetarisch worden? Nou, je hebt toch van die enge ziektes, SARS en shit. Die komen 70% van toekomstige ziektes komen van dieren over naar mensen. 70% van toekomstige ziektes. Dus ik hoef geen één enge ziekte of zo te krijgen. Daarom zou ik vegetarisch kunnen worden. Weet jij wat Samara betekent in het hindoeïsme? Reïncarnatie. Dat is heel goed. Het betekent leven na de dood. Geloof jij daarin? Niet echt. Als jij mocht terugkomen in de reïncarnatie als een dier, welk dier zou jij willen zijn? Een varken. Waarom? Ik weet niet, zeg maar, dan mag je gewoon vies zijn. Gewoon in de modder rollen. Klinkt misschien naar goor, maar dan mag je in de modder rollen en alles. En dat lijkt me